Turbo Tom. De vlinder van Maastricht. Il bello, zeggen de Italianen. De knappert. Droomde niet van een gele trui, droomde van een witte doktersjas. Net als zijn vader. Maar werd uitgeloot. En dacht toen, ach, dan ga ik maar een tijdje fietsen. Dat kan ik ook wel. En hoe? Tijdritspecialist. 2 keer zilver op de Olympische Spelen, wereldkampioen. En de rondes? Fantastisch. Vele etappes gewonnen. 2e in de Tour de France, 2e in de Giro in 2018. Maar het jaar waar het om gaat is 2017. 37 jaar na Joop Zoetemelk was er eindelijk weer een Nederlander die een grote ronde won. In Italië. Het land van de opera. Het land van Ennio Morricone. Giro d'Italia. 13 Nederlanders doen er mee. Kruiswijk, Dumoulin en Mollema maken zelfs kans op het podium. My goodness, Tom Dumoulin is out of the saddle. And the outstanding, but if you want outstanding, look no further. Tom Dumoulin takes the lead of this race. Dumoulin goes. Dumoulin's going to pick this up. And he goes! He does, he goes, and Jacqueline goes with him! He wants to be a hero! Dumoulin has done it! King of the mountain, king of the hills, king of the time trial! Dumoulin stopped. So what's he up to? He's stripping off here as well. He's taking off the pink jersey. Oh, he's got a bad stomach. Ieder mens moet wel eens poepen. Tom Dumoulin dus ook. In Italië, in het Scoopeloen. Hij zou via de middelbare school zou hij naar de universiteit gaan. Maar het ging anders. Het werd de fiets. En zijn grote liefde werd alleen rijden. Tijdritten rijden. Alleen afzien. En alleen rijden betekende voor hem ook alleen afstappen. Voor ons in stilte. It's a time trial. It's the race against the clock. And never has a grand tour been so closely met. Maar 3 seconden. He starts to realize it's mine, says Tom Dumoulin.